Ja, een rood gemerkte koningin als het goed is, van 2023 dus. Nou, de bezetting met de bijen is denk ik redelijk goed. Een darrenraad, half darrenraad aan de onderkant. Die blijft aan de buitenkant bij mij. Die blijft er ook gewoon in. Die gebruik ik volgend jaar weer. Dan een kunstraadje die ze nu hebben uitgebouwd. Geen functie, dus uit de kast. Het kan zijn dat ik in herhaling val, maar dan moet je me dan maar vergeven. Ik weet nooit precies welke filmpjes ik allemaal monteer uiteindelijk. Maar zo'n functieloos raam, die zit er eigenlijk in om als vangraam voor een dracht. Stel dat er toch een dracht is, onverwachts. Ik ging natuurlijk een paar weken op vakantie. Dan bouwen ze dat raam uit, slaan ze daar dat drachtje nog op. En dan is er niks aan de hand. Doe ik dat niet, dan knallen ze de hele kast vol met voer. En dan hebben we een probleem. Ik ga het even omwisselen. Dit is een donkerraad. Donkerraden zitten bij mij in het midden. Het lichte raad, als ze een functie hebben, aan de buitenkant. Want bijen overwinteren beter op donkere raad dan op lichte raad. Donkere raad heeft veel zijde van het spinnen van de kokonnetjes. En die zijde die zorgt voor een betere vochtmanagement. Bijenwas zelf neemt natuurlijk geen vocht op. Ja, mooie bezetting van de bijen. Ik ben natuurlijk benieuwd wat ze hier aan het doen zijn. Zijn ze hier nou voer aan het verwerken? Of zit hier wat broed? Oh, er zit geen broed, dus ze zijn bezig met het voer te verwerken. Hier het uitlopend broednestje. Dat is nog belegd. Hier nog een broednestje wat uitlopend is, denk ik. Dan zien we een weggevreten cel. Hier zien we een varroa-meid weer op de bij. En hier zien we dan een cel zoals ik dat wel graag zie. Hier bijvoorbeeld. Waar nu net die bij ingaat. Deze. Ik zal hem ietsjes openmaken. Dan kun je het misschien beter zien. Dan zie je dan nog de restant van een pop. Die is weggevreten. Dat is eigenlijk iets wat eerder op varroa-resistentie. Hier zien we er nog één. Wat groter maken. Het zijn dus poppen die weg worden gevreten. Ik weet niet of ik het restantje eruit kan halen, zie. Dat is eerder iets wat op varroa-resistentie wijst dan allemaal opengemaakte celletjes. Nou, ik zeg niet dat dit volk varroa-resistent is, maar in het gedrag is het daar eerder aan te zien. Oké. Ik zie nog wel wat meten. Ik zie weinig schade. Hier loopt de koningin. Inderdaad, de rood gemerkte koningin van vorig jaar. Ook dit broednest ziet er redelijk goed uit. Dus je maakt me helemaal geen zorgen over. Natuurlijk zie je in dit tijdstip van het jaar wat meiten op de bijen. Er is bijna geen broed meer, dus die paar laatste bijen, paar laatste meiten, ja, die moeten op een gegeven moment op de bijen zitten. Als je daar oog voor hebt, dan zie je ze ook snel. En het laatste raam, ook weer een darre broedraam. Er zitten hier twee in, dat wil ik eigenlijk niet. Maar het is wat het is. 2, 4, 6, 7. Hier mag nog een raampje bij in. Zo. Een uitgebouwd raam met wat stuifmeel. Die kan er mooi aan de buitenkant. Wat bijenbrood.
zorg aan allebei de kanten dat er wat ruimte van de kant af is. Dat buffert eigenlijk de temperatuur ook een beetje. Mensen denken vaak dat zo'n geïsoleerde kast, dat dan die hele kast warm wordt. Dat is natuurlijk flauwekul. Dat als jij thuis onder een deken gaat liggen en je legt die deken 10 centimeter, 20 centimeter van je af, dat daar lucht tussen zit, ja, dan is het net zo koud als daarbuiten. Hè. Die deken die moet aansluiten. Daarvoor zijn die kantramen. Die kantramen die sluiten eigenlijk het bijenvolk op en die houden de warmte daartussen. Dit hiertussen is veel te groot. Dus wat we straks gaan doen is die warmtekamer kleiner maken. Dus in oktober krijgen ze waarschijnlijk 3 of 4 ramen in de warmtekamer. Dan zitten al die bijen lekker in die warmtekamer. En dat sluiten we op. Dan hangen we die ramen tegen de zijkant aan. En die worden koud. En die bijen die gaan naar die ramen toe om ze op te warmen, om die honing op te nemen. Dat doen ze op minder koude dagen. Halen ze die honing op, brengen ze dat naar de warmtekamer. Dat is zoals een bijenvolk werkt. Die brengen altijd de voer van de buitenkant, de koude kant, naar de binnenkant. Dat is de werkvoorraad. En de buiten is de grote voorraad, is de langdurige voorraad. Die mag ook koud worden. De werkvoorraad zit in het warme gedeelte van de bijenkast. Je ziet het nu eigenlijk al, dat die bijen zich een beetje terugtrekken in dit gedeelte. He, dus straks zal dat nog meer worden. Dan worden ze steeds compacter. Hoe kouder het wordt, compacter het wordt. Daarom maken we hier een warmtekamer straks. Dat doen we in oktober. Nu zijn we nog aan het inwinteren, aan het opvoeren. Nou, ik ga ze hier positioneren. Daar staat ook het broed, dus deze blijft open, deze gaat dicht. Op naar de volgende.